Dutch. Go, Sasso. Ik ben niet zo goed.
Ik kijk ook terug dit is aan lijntjes doen, ik krijg aan de volgende. Dit is een rondje zonder vijf. Ik zat toen mee, vind ik. Tjoe! Ik ga het terug in de zon en ik ga het samen opdelen. We gaan de zee, en wat een dapper, hè? Daar hebben we de velden. Ja, dat zijn een hele opzichtige, zwarte ponies, kleine paardjes. De velpony, ook zo'n ras uit Engeland, afkomstig. Een velpartij, eigenlijk woeste heuvels. Nou, dat gebied is, daar is het ook. En sommige mensen zeggen dat het lijkt eigenlijk wel een heel beetje op een Fries. Nou, dat klopt ook wel, want een Fries. Nou, het schijnt dan dat Fries goed gebruikt voor deze pony. Dat natuurlijk Engeland te maken heeft met inwallen te maken heeft gehad. En dus het Friese water is in de stad. Maar de pilpony op zich al een ras van alweer heel lang. Op zich staat de pilpony. En dan komen hier heel dapper komen ze binnen te staan. En ik ga u vertellen dat u hier zit, zijn echte paarden. Ja, daar mag je absoluut geen pony tegen zijn, want dit zijn namelijk mini-paarden. Mini-paarden zijn gewoon op de kop, echt het uiterste als een grote paard. En als je nou die pony of die paardjes even zou bedenken, en je zou er een heel grote grootklas voor houden, dan zien we de rennenbeker helemaal de paarden in terug. Helemaal qua bouw gedaan als paarden. Heel belangrijk bij de paardjes is gewoon de gezondheid dat we zelf heel erg goed op gekeurd. Want ze willen natuurlijk hele gezonde rassen. Dat is een beetje te zwak als een klein gaspok. Maar dat is bij deze paarden absoluut niet het geval. Dit zijn toesterke, degelijke paarden. De mini-paarden. Ja, daar komt hij. We hebben net al de muziek in de politie demonstratie voor de markt. En over dan over het schuddendek. Mooi. En dat komt helemaal. Het zijn die paarden die wel uit de gebruiken. Hele sterke paarden. Ze willen goed kleden. Schudden. En wat heel duidelijk te zien is, dat is dus niet. Thank you.
Het is je mag het doen en wat verdienen, omdat we het vragen. Geef je hond aan. Dat is dan weer een leermoment voor jezelf. Dat is een informatie. Oké. Aan de zijkanten hebben wij ook allerlei trucjes en bakjes. Allemaal oefeningen die we ook met de honden doen. Dat kan echt van alles zijn om ze overheen te laten lopen. Voorvoeten of het ei of, zoals je het laat zien, met de ellebogen. Of de pinda of het ei. En op die manier kunnen we oefenen met honden die we helemaal niet kennen, dat zo'n ei beweegt. Als je op gaat staan, het is lucht, het gaat induiken. Pootjes en ellebogen zitten in welk gebied van de rug je beweegt. Als je op de voorpootjes bezig bent, dan ben je dit stuk bezig. Lage rug, laat je hond op de ellebogen hangen, dan ben je in het bovenste stuk. Dan ben je op de schouderbladen bezig. Het heeft dus een aparte functie. Het is niet zo dat we het zomaar doen, maar we proberen daar de mobiliteit van de rug te bekijken. Sowieso, maar ook te oefenen. Ziet dat ze elke goed zo. Dan zie je dus ook hoe makkelijk ze eigenlijk opspringen, maar je ziet ook hoe ver dat ei indeukt. Die voeten die duiken best verder in. En nou moet ze dus de balans zien te houden. Nou, elke keer dat ze een voertje pakt aan de zijkanten, zie je die balans veranderen. Kijk ze naar rechts, dan gaat ze naar links. Kijk ze naar links, dan gaat ze naar rechts. En dan valt het zo op. Tommy, mag ook op zijn eind. Keurig. Maar zie je dus ook dat Mila uit Veenhuizen. Hamburger. Ja, ik ben ook van de Jennifer, kom aan, Sally.
Thank you.
Oh, nee. Hij heeft overgehoord. Gooit u nou dat rondje daarop? Niet doen. Een ontzettend hard applaus voor ja, Wolfgang! En natuurlijk, je kunt nog vragen stellen. Over een minuut of 10 tot een kwartier is hij hier terug. En als er mensen zijn die vragen van, zoals ik me afvraag, hoe doe je dat nou eigenlijk? Met zo